Een hele goede avond allemaal. Welkom weer bij een nieuwe koersupdate voor Bitcoin en Ethereum. Rechtstreeks vanuit Oostenrijk, vanuit de hotelkamer, geef ik jou weer een nieuwe Bitcoin en Ethereum analyse. Geen livestream natuurlijk, want ja, het internetverbinding is niet hier helemaal zoals het hoort te zijn. Dus, bij deze, een korte sessie, maar wel echt vooral gefocust op het laagtijd. En omdat natuurlijk afgelopen maandag hadden wij, ik kom even niet meer uit mijn woorden. Voor de afgelopen maandag natuurlijk een sessie op het hoogtijdframe. En vandaag gaan we wat inzoomen op het laagtijdframe. Hoe ziet het eruit? Blijf kijken. Duimpje omhoog had gewaardeerd. Dan gaan we nu beginnen. Yes, yes, yes. Welkom weer terug dus bij de Bitcoin chart. Eigenlijk... Sinds onze laatste update is er niet heel veel veranderd. De laatste keer dat we spraken was maandag. En toen keken we eigenlijk dus naar dit, hè? Naar deze beweging. Zo te zien is het eigenlijk gewoon wel echt de ideale moment geweest om eventjes ertussenuit te gaan. Lekker naar Oostenrijk. Dit is echt het moment geweest. Want de koersen zijn zo rustig. Al met al een dag of twee zijwaarts. We keken naar dat we wellicht weer even zouden zakken. We zouden technisch gezien hier de bodem gezet kunnen hebben, hè, wat ik al zei. Je kan dus zeggen dat dit misschien een 1, 2, 3, ja, en dan gaan we zo door 3, 4, 5 gaat worden, weet je wel. Dat je dan daar die impuls begint. Hier als het ware zo boom, boom, boom. En daarom hebben we die long al. Het short. Loopt nog net. Maar ik betwijfel of die het gaat houden. Hoe ik er namelijk nu naar kijk, simpel gezegd, vooral als we naar de lage tijdframe gaan. Zoals al gezegd, dit blijft een beetje hetzelfde. Of het nou een impuls gaat worden, in ieder geval de beweging. De telling klopt nu niet hoor, maar je ziet wat ik bedoel. Gezien dat wij dus vanaf hier verder omhoog kunnen. Is het ook een scenario dat we wellicht in een complexe weefstwee zitten. En dat kunnen we best wel nu gaan vormen. Hoe gaat dat er dan ongeveer uitzien? Nou, dat betekent dat we wellicht tot kerst dus zijwaarts blijven gaan. Dat betekent misschien morgen, misschien zelfs tot het weekend. En dan daarna pas deze push. Zo, ja, zoals ik al zeg, het is even lastig charten trouwens, want ik ben dus wel mijn muis vergeten. Ik dacht dat ik alles mee had, maar ik ben mijn muis vergeten. Dus ik moet het met zo'n kleine pad doen. Maar goed, die weefstwee kan ook zo gaan. En wat bedoel ik met zo? Dan ga ik even naar de 30 minuut tijdframe. Komt ie. Die wave 2, die kan ook dit zijn. Toef. A, B, C. Dus hier de highs eruit halen. Dan zou die zomaar even de 1, 2, 3, 6, 17.200 kunnen opzoeken. En dan alsnog down. Dan ga ik heel even met VIP levels werken. Even kijken hoe dat tot waar we zouden kunnen komen. Ja, dan zouden we een bounce kunnen krijgen naar 17.120. En vanaf daar alsnog weer een weerkaatsing. Om daarna de lows uit te schakelen. Zoals hier is aangegeven. En dan uiteindelijk dit level als 2 op te zoeken. En dan zou dit een complexe wave 2 kunnen zijn. Dit is dus nog, als we ervan uitgaan dat we naar verder bullishness kijken. Wanneer zijn we bearish? Nou, in principe als de structuur hier toch wat begint te zakken. Maar ik moet zeggen, gezien de structuur, vind ik het niet gek dat we de highs er even gaan uithalen. Om, zoals gezegd, die 17.100 op zoek. Maar ja, goed, we hebben geen garanties. Dus wat is voor mij een backup plan? Nou kijk, sowieso kunnen we zakken naar die 16.500. Dat is een mooi level. Wellicht ligt daar ook de 0.5. Dat een minimale WS2 is. Of misschien zelfs de Golden Pocket. Kijk, daar ligt de Golden Pocket zelfs. Dus een WS2 komt meestal tot de 0.786. Nou, die ligt op 16.390. Dus dit blauwe boxje is dan ook een zone waar ik naar kijk als wave 2. Kan vanaf hier dus naar beneden en die opzoeken. En dan alsnog daar een hogere bodem creëren. Dat betekent wel, wanneer wij dus die 16.400 verliezen, dat we gewoon in een nieuwe impuls naar beneden zitten. En dat is van kracht... Let op wat ik zeg. Dat is van kracht zolang wij onder 17.040 blijven. Als gaan wij nu een wick krijgen naar die 17.200. Wat ik, of 120 wat ik net had uitgelegd. Kan het al geen 1-2 meer zijn. Kan het dit dan niet meer zijn. Maar die 2 die mag niet deze 0 verbreken. En dit is een laag tijdframe analyse. I know. Maar omdat we gewoon niet veel meer hebben up te daten. Dus
Zolang we onder die laatste high zijn, en dan bedoel ik met de high van 17.050, kunnen we alsnog in een, nog een impuls naar beneden zitten richting die 16.000. Afhankelijk even wat we op de lage tijd frame voor structuurvormen. Maar dit bespreken we vooral in de FIPS. Daarom hebben we, en daar zijn we open transparant in, we hebben gewoon op dit moment een long lopen. Vanaf hier, mooi gevangen. En we hebben een short lopen. Dus dat zit gewoon goed. Hedgen, om uiteindelijk de beweging te pakken. Alright, hoe ziet het eruit bij Ethereum? Dat wil dus ook zeggen, zit je nog niet in een trade, dat dit eigenlijk een zone is waar je ook niet wil gaan traden. Want er liggen te veel scenario's op tafel. Er ligt namelijk een scenario op tafel dat je vanaf hier down gaat. Er ligt een scenario op tafel dat je vanaf hier up gaat en dan down gaat. Of er ligt zelfs een scenario dat je vanaf hier up gaat. En er ligt zelfs een scenario op de loer dat je gewoon vanaf hier een nieuwe low gaat maken. Dus het is op dit moment te veel. Te veel gissen. Te veel, hoe zit het allemaal? En het komt door de structuren. De structuren zien er een beetje meh uit. Goed. Dat gezegd te hebben, is het dus even een vraagstuk. Als je nu nog niet in een trade zit, wacht het even af. Al met al, te veel pushpas, te veel bewegingen. Hetzelfde wat ik net vertelde eigenlijk voor Bitcoin blijft ook bij Ethereum van kracht. Nou, wat is een beetje op het laag tijdframe? Het level wat Ethereum als fake-out kan opzoeken, dat is de 1240 vanaf daar alsnog down, de low eruit halen en dan alsnog up. Zou die zo komen? Goed, dat is een beetje dit letterlijk, net als bij Bitcoin, dit is wel een beetje mijn main scenario. Dus fake out up, dan de low eruit halen beneden. Op Freaky Friday misschien zelfs, I don't know. En dan daarna alsnog verder bullishness. Dus, dat is even een update. Wil je meer up-to-date blijven bij rare, gekke prijsschommelingen? Ik zou zeggen, join de Discord. Wil je met ons allemaal meetreden om ook de ideale hedge te hebben? Zou ik zeggen, join de VIP community. Over de premium member wat het is, over de VIP wat het is, vind je hieronder in de omschrijving. Dan wens ik jou een hele fijne en prettige woensdagavond. Ciao, ciao.